het afgelopen jaar heeft gekregen. Want de autoriteit persoonsgegevens ziet een toename van het aantal datalekken die van invloed zijn op miljoenen Nederlanders. Hoe groot is het gevaar? Ja, is het echt 5 voor 12? Absoluut. We zien dat dit de snel stijgende vorm van criminaliteit is. En het is natuurlijk iets heel nieuws. Hè? Het is geen fietsendiefstal of een winkelraadje wat wordt ingetikt. Maar het zijn je eigen privégegevens die in handen van criminelen komen. En daar kunnen mensen heel veel last van hebben. Want wat er op zo'n moment van zo'n datalek gebeurt, is dat je mailtjes kan krijgen, spam. Maar bijvoorbeeld ook misleiding met linkjes waarin mensen dan wordt gevraagd om ergens op te klikken. Of een cybercrimineel doet zich voor als je bank. En op die manier kun je daar heel erg veel last van hebben. Ja, want er zijn 25.000 meldingen gekomen afgelopen jaar bij de autoriteit persoonsgegevens. Het is een stijging ten opzichte van voorgaande jaren. Is het einde dan zoek? Nou, het is een forse stijging. En het is blijkbaar nog steeds heel lucratief voor criminelen om aan dit soort cyberaanvallen te doen. Dus ik wil ook wel morgen in de Tweede Kamer aan minister Jasselkus gaan vragen van ja, wat doet u hier nu eigenlijk aan? Want ik zie er nog weinig van als het om de resultaten gaat. Het gaat nog steeds veel te makkelijk. Welk probleem ligt hier nou ten grondslag? Ik denk dat de aangiftebereidheid echt omhoog moet gaan. Mensen die denken nog te vaak van ja, het heeft toch geen zin om aangifte te doen. En helaas zien we ook dat de capaciteit bij de politie daarvoor nog te klein is. Mm-hmm. Maar ik denk ook dat de pakkans groter moet zijn. Er moet ook meer specialiteit komen om achter dit soort criminelen aan te gaan. Mm-hmm. En dat betekent ook dat we de politie daarbij moeten helpen. Dat we hun meer geld en mensen daarvoor vrij moeten kunnen maken. Mm-hmm. Maar je kan er ook zelf dingen aan doen. Bijvoorbeeld wees erop alert dat als je zo'n mailtje krijgt van je verzekeraar of van een ander bedrijf, dat je je wachtwoord aanpast. En dat je ervoor zorgt dat je tweestapsverificatie instelt. Ja. En je updates draait. En dat klinkt allemaal als veel gedoe. Mm-hmm. Maar het is een hele kleine moeite als dat betekent dus dat eventjes je eventjes door die zure appel heen, maar dan even doen. Ja, maar ook bedrijven natuurlijk. Ja, zeker. Werknemers. Nou ja, je ziet ook uit die cijfers dat heel veel bedrijven hun klanten daar toch niet over informeren. En dat betekent dat dus heel veel mensen er niet alert op zijn. Dat er op dat moment wel iets kan gebeuren na zo'n datalek. En dat vind ik wel een hele kwalijke zaak. Want ik denk wel dat je echt maximaal transparant moet zijn naar je klanten. Op het moment dat er zoiets gebeurt. Ook al kan je daar als ondernemer natuurlijk ook niet altijd wat aan doen. Mm. Mevrouw Rintel, ook bedrijven, hè, KLM, zijn zeer kwetsbaar. Ja. Volgens mij is KLM afgelopen december nog slachtoffer geweest van datalek. Kijk, wat doen jullie er tegen? Ja, nou, veiligheid is natuurlijk ons grootste goed, hè, zeker als luchtvaartmaatschappij. En cyber is een belangrijk onderwerp ook bij ons. Het klopt inderdaad dat wij ook dit incident hebben gehad. En ik ondersteun helemaal. Wees er transparant over. We doen ook onmiddellijk melding ervan. Informeren onze klanten daar dan ook over, zodat die de maatregelen kunnen nemen die nodig zijn. En vervolgens leren we daar weer van. Hoe kunnen we ons nog beter beschermen hiertegen? En het is niet alleen uw werknemers, maar ook nog passagiersgegevens. Nee, juist. Passagiersgegevens, klanten, werknemers. Het is in de volle breedte dat je daar aandacht voor moet hebben. Ja. En daar zitten jullie bovenop? Nou, daar zitten we bovenop. Maar nogmaals, het is een hele lastige en complexe materie. Ja. Slachtoffers van cybercriminelen, die worden ook vaak niet geïnformeerd. Hoe zorgelijk is dat? Nou, dat is heel zorgelijk. Want daardoor kunnen mensen dus, zonder dat ze daar alert op zijn, wel spam of phishing krijgen. Mm-hmm. En dat moeten we echt zoveel mogelijk zien te voorkomen. Ik denk ook dat we als Nederland nog wel een stapje extra kunnen zetten. Want er zijn ook hele nuttige Europese regels bedacht om dit tegen te gaan. Mm-hmm. En in tegenstelling tot sommige landen om ons heen slaagt Nederland er nu nog niet in om dat goed toe te passen. Dus ik ga daar de minister morgen op kritisch op bevragen. Lopen we niet gewoon enorm achter? Ja, het is denk ik heel belangrijk om ons te beseffen dat in dat online domein daar gebeurt van alles. Mm-hmm. Waar we eigenlijk tot nu toe met wetten en regels steeds achteraan lopen. En ik denk dat we nog heel veel kunnen leren van andere landen om daarin voorop te gaan lopen. Maar dan moeten we ook wel de politie de gelegenheid geven. Welk land dan? Landen om ons heen in Europa, die hebben wetten en regels op een goede manier geïmplementeerd. Maar kunt u een voorbeeld geven? Bijvoorbeeld België en Duitsland, die zijn al verder met bepaalde richtlijnen dan wij zijn. Terwijl dat natuurlijk niet nodig is. Je zou er ook voor kunnen zorgen dat we klanten beter kunnen beschermen tegen cybercriminelen, maar bijvoorbeeld ook tegen desinformatie. En daar moeten we als Nederland echt mee aan de slag. Goed. Veel succes bij het debat. Dankjewel.